Twee mannen die vrijdag werden opgepakt voor een dodelijke schietpartij in een café in Den Haag blijven langer vastzitten. De schietpartij speelde zich zaterdag 24 december af aan de Weimarstraat. Een Hagenaar van 34 kwam daarbij om het leven. De verdachten uit Den Haag mogen de komende twee weken alleen contact hebben met hun advocaat. De politie gaat in de regio Haaglanden minder surveilleren. Tot 2015 moeten 200 agenten het veld ruimen. Korpschef Van Essen wil dat bewoners zelf meer gaan opletten in hun buurt en de politie bellen als er iets gebeurt. Als voorbeeld noemt hij het project Rolmodellen, waarbij inwoners overlastgevende jongeren aanspreken. Er moet meer fatsoen komen in Den Haag. Dat was de boodschap van burgemeester Josias van Aartsen tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het atrium van het stadhuis. Er kwamen dit jaar 2000 mensen op het feestje af. De Haagse Stichting Evenementen voor Gehandicapten kreeg de Haagse pluim van de burgemeester.